Ik zit hier met Liz, Liz de Jong. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen uit de hoofdstad? Middenbeemster. Oké. Okay. Ja, dorpje. En daar ontvang jij ook de mensen met wie jij praat? In principe door het hele land. Dus net waren we ook bijvoorbeeld in Amersfoort, we zitten in Assendelft, we zitten echt op heel veel verschillende locaties. Ja. En met wat voor mensen praat jij? Oh, dat is echt verschillend. Net als zij, vandaag is het de vierjarige. Morgen kan het weer iemand zijn die 70 is. Ja. Toch, als ik jou een beetje zo onderzoek, dat heb ik gedaan de afgelopen dagen natuurlijk, dan is het woord kind het eerste wat mij iedere keer her en der opvalt. Hoe was jouw eigen jeugd? Laten we daarmee beginnen. Ik ben geboren in Colombia. Dus de eerste 5 jaar heb ik daar gewoond. Daarna ben ik naar Nederland gekomen. Dat is best wel een turbulente tijd geweest. Natuurlijk nieuwe taal leren. En ja, op die manier ook weer anders leren communiceren met mensen. Ik heb wel het gevoel gehad dat ik tot die tijd altijd wel een kind heb mogen zijn. Maar ja, daarna word je beïnvloed door dingen. En maak je dingen mee. En dan ga je toch weer anders in het leven staan. Want ik las ergens over jou dat je een voormalig straatkind bent. Wat grappig. Ja. Is dat over je tijd, je tijd in Colombia? Of Nederland? Nee, Nederland. Serieus? Nederland, maar meer een straatkind van, ik was altijd op straat te vinden. Dus echt het hangjongeren. Dus okay. Dat is ook, want dat is inderdaad ook volgens mij met de interview van de Paravisie. Daar haalde ik dat uit, ja. Ja, klopt. En dat daar, dat was mijn uitvlucht altijd. Om buiten te zijn in de natuur, maar ook rottigheid uit te halen. Ja. Ja, ik was echt een probleemjongere. Ja? Ja, zoals ze dat nu noemen in de volksmond. Ja, toch ben je goed terechtgekomen, zoals we dat dan noemen. Ja. Wat is daarvoor nodig geweest? Ik denk heel veel. Bij mij was het eigenlijk mijn ongeluk. Ja, ik was 17 toen ik een ongeluk kreeg. En ik was ook. Ik was Nederlands kampioen karate. Ik was echt altijd onwijs bezig met mijn lichaam. En toen kreeg ik het ongeluk en toen kon ik niks meer. Dus dan word je in één keer echt letterlijk met je neus op de feiten gedrukt. Als je in één keer je lichaam ook wegvalt. Dus bij mij was het ego best wel groot. En ik kon goed vechten en ik zat veel bezig. En dat was voor mij in één keer de omschakeling van pijn. Maar echt pijn voelen in je lichaam. En dan ook de pijn voelen van dingen die je hebt meegemaakt. Want ik was altijd iemand die maar doorging. Ik maak dingen mee, maar dat maakt niet uit. Gevoel, ken ik niet. En dat zorgde ervoor eigenlijk dat ik heel hard terecht kwam. En met hard terecht kom bedoel je? Toen begon ik emotie te voelen. Maar dan echt net of je in één keer alles voelt van alles wat je ooit gevoeld hebt. Ja, ja. Heftig. Ja, was toen best wel intens. En dat heeft best wel lang geduurd ook eigenlijk. Ja. Zou je kunnen zeggen, ik heb dit eerder aan coaches gevraagd, dat je dit allemaal hebt moeten meemaken om nu een goede coach te kunnen zijn? Ja. Weet dus hoe iemand van 16 of 17 zich kan voelen. Omdat je jezelf ook zo gevoeld hebt. Ja, klopt. Ja, natuurlijk ben je ergens dan ook een ervaringsdeskundige. En kun je dat op een andere manier dan vertalen naar de mens. En het mooiste is, wat ik net ook al zei, je maakt ook verbinding op die manier. Weet je, van goh, ik begrijp je, ik voel je. En dat is waar heel veel mensen tegenaan lopen. Die willen in principe gehoord voelen. En ook gevoeld van goh, weet je, hoor me. Sommigen schreeuwen het gewoon letterlijk van de daken af. En op die manier kan je dan ook mensen op een andere manier helpen. Dus niet alleen met methodieken die je gebruikt of de dingen, maar ook gewoon echt als mens. Ja. En is dat dan nou niet heftig weer voor jou? Stel, je komt met iemand in gesprek die hetzelfde heeft meegemaakt als jij. Een ongeluk, ook uit Colombia, ook op straat gehangen. Rakelt dat niet bij jou dingen op waarvan je denkt, ik dacht dat ik daar wil ik eigenlijk wel helemaal niet meer mee bezig zijn. En dan komt het weer. Ja, ik zie het als cadeautjes. Juist. Ja? Ja, want ik heb gelukkig al heel veel dingen mogen verwerken. En het blijft altijd wel een lopend proces. Want als je denkt van, hey, ik heb het al opgelost. Dan komt er weer iets en je zegt van, shit man, dit had ik toch al opgelost. Mm-hmm. Maar dat is altijd ook wat ik gebruik. Ook bij partners die we opleiden. Van, goh, weet je, je hebt altijd weer een nieuwe laag. Het is altijd het stukje voordat je bij je kern bent. Lijkt het heftiger te zijn, maar eigenlijk is het niet zo. Maar omdat je er gewend was geraakt dat je dat gevoel zeg maar niet meer had. Dan komt het nog harder aan. Dus dat is dat stukje op het moment dat ik weer iets voel. Weet je, dan heb ik zoiets van, oh, ik ben op een volgend stadium. En daar mag ik dan weer een stukje in loslaten. Dus dan kan ik daar heel anders naar kijken. Alles is met dat betreft hoe je naar dingen kijkt. En dat is ook wat we onze mensen leren. Het is niet vermoeiend. Nee, als je het op een gegeven moment autonoom maakt, dan gaat het vanzelf. Autonoom in de zin van? Automatisch.
Okay. Ja. Dus op het moment dat je iets voelt of ervaart, dan in plaats van dat doen we als mensen, oh, ik voel wat, ik druk het weg, ik heb helemaal geen zin in, dan zit het er en dan gaat het zich ergens nestelen in je lichaam, waardoor het, wanneer je het even niet kijkt, dan komt het in één keer om de hoek kijken. Ja. En op het moment dat je gaat zitten van, hey, ik voel het, dan laat je het ook toe. Weet je, het is een emotie, dat is energy in motion. Weet je, en dat hoort te bewegen. Dat hoort niet zoals wij doen, vast te houden. Mm-hmm. En zoals je al zei, zoals met Eckhart Tolle, die ken je. Die zei het ook. Nou, het zijn twee eenden, die zijn onwijs aan het vechten. En die zijn maar bezig. En nou, eentje die draait schom en die schudt alles af. Die flabbert met zijn Precies, en die is het kwijt. Ja. En in plaats van dat hij nog terug gaat kijken, oh, je bent een klootzak en wacht maar de volgende keer. En dit, dat. Mm-hmm. Nee, dat doe je niet in de dierenwereld. En wij zijn ook dieren, alleen wij gaan daar heel anders mee om. Wij gaan meteen denken en doen en... Oh, wat denken andere mensen van me? En weet je, dat hele brein, dat ontploft in principe met qua gedachtes. En in principe, als je het om gaat turnen naar emotie, dan is dat zo weer weg, als je het toelaat. Ja. En wat zou dan een goede manier zijn om die emoties te gaan voelen? Je zei het straks, karate, sport, of juist stilzitten, mediteren. Wat pas jij toe? Alles. Allebei. Ja, ik denk dat het allemaal ook belangrijk is. Want het een kan niet zonder het ander. Op het moment dat je juist die stilte gaat opzoeken in jezelf, daar vind je de antwoorden. Juist omdat er zoveel gaande is in het hoofd. We hebben meer dan 65.000 gedachten op een dag. En dat gaat de hele dag door. Daarnaast moeten we nog zoveel duizenden beslissingen nemen. Wat trek ik aan? Wat ga ik eten? Wat ga ik doen? En dan hebben we ook nog overal prikkels. En dan hebben we nu ook nog een beetje last van de warmte. Ja. Weet je? Dus je bent continu eigenlijk bezig met van alles. Dus op het ene moment heb ik zoiets van, oké, nu heb ik even die stilte nodig om weer tot mezelf te komen. Een andere keer, dan moet ik weer even naar terugkomen om weer even te gaan sporten. Maar ik ben het geval, dus ik heb zoiets van, komt al. Ja, want je hebt inmiddels een tweede kind. Ja. En die is 4 maanden oud. Ja. Ja, je glundert helemaal natuurlijk als je erover praat. Ja. Toch zie je er niet bek af uit. Ik hoor wel eens Nederlandse moeders, je bent natuurlijk ook Nederlands, maar moeders klagen over, had ik dat geweten van tevoren? Kom ik bij iets interessants. Zou je kunnen zeggen dat het ook gewoon te maken heeft met je basisinstelling? Zijn wij Nederlanders niet gewoon in het algemeen helemaal vertrut, verwend? Kunnen wij niks meer aan? Ja. En ben jij gewoon een sterkere vrouw? Ja, ik denk dat het niet alleen om mij gaat. Ik denk dat we allemaal sterk zijn. Alleen juist door de dingen die we mee hebben gemaakt. Of wat we gehoord hebben. Of dat hebben we allemaal eigen gemaakt. En dat is iets van, oh, maar dat is zwaar. Dat is vermoeiend als je dan niet slaapt. Of wat dan ook. Nou, ik slaap al een half jaar niet meer door. Weet je, en het is niet... Ik heb af en toe dagen, ze dan 2 dagen, heb ze 2 keer gehad. Dan dat ze dan even niet slaapt. En dan heb ik zoiets van, oké, nou ben ik wel echt moe. Natuurlijk ben ik overdag ook, oké, dan heb ik wel een dutje nodig. Maar voor de rest, nee. Maar meer omdat ik weet waarvoor ik het doe. En dat is? Ik geef haar borstvoeding en dat is voor haar het beste. En zij heeft het nodig. En daarnaast geef ik zelf mijn grens wel aan. Als ik zeg van oké, nu ben ik moe en nu heb ik even mijn eigen tijd nodig. En dat is heel erg belangrijk. Dus op het moment dat je moeder wordt, verliezen heel veel vrouwen zich. Dus, zichzelf? Ja, want ik ben moeder nu, dus alles draait om het kindje. Kort pittig kapsel. Ja, oh, nee. Lekker lang haar. Nee, ja, dat zie je vaak. En dan verslonst het helemaal. Ja, en meer om het feit van alles verandert. En de kunst is om mee te veranderen in dat geheel ook. Dus je gezin verandert, jij verandert zelf, je lichaam is niet meer hetzelfde. En om daar gewoon ook liefdevol mee om te gaan. Van, goh, weet je, dat ook allemaal weer goed komt. Maar dat je never nooit jezelf niet mag verliezen daarin. Dus ik zet mezelf nog altijd op de eerste plaats. Ik wil dat mijn man zichzelf op de eerste plaats zet. Maar ik wil ook dat onze kinderen dat straks ook gewoon doen. Van, goh, geef je grenzen aan en zet jezelf op de eerste plaats. Want dan geef ik aan van, goh, het gaat even niet goed met mij. Ik moet even tijd voor mezelf. En ik verwacht dat ook van hem, dat hij dat doet. Ja. Want zo kan je het best uit elkaar naar voren blijven halen. Ik heb Wayne Dyer, hij leeft helaas niet meer, maar is ook zo'n spirituele leraar, ooit eens horen zeggen, het mooiste cadeau dat je je kinderen kunt geven, zijn gelukkige ouders. Ja. Dat sluit hij mooi op aan. Hè? Jij zorgt ervoor dat jouw levensgeluk niet, dat ook af en toe op de voorgrond mag treden. Je eigen persoonlijke levensgeluk. Je leeft niet alleen nog maar voor je kinderen. Nee, want zij zijn straks, als ze misschien 17 of 18 zijn, of als ze ouders zijn, heb je ook al eens, die zijn niet straks weer weg. En waar blijf jij dan? En dat is ook waar ik vrouwen in train. Van, goh, we gaan even terug naar de roots. Van, wie ben jij? En soms kwam ze ook bij mij en dan komt dat eruit van, goh, ik ben mezelf gewoon helemaal verloren in die tijd. Ja. En dat is dat stukje waar we allemaal ook, maar dat is ook voor mannen net zo goed.
Ja. Ja, die doen dat ook net zo goed. Zichzelf wegcijferen, ook al is het in een relatie. Of werk. Ja, werk. En zoveel dingen doen we dat niet. En ik had er van de week ook weer een stuk over geschreven. Als ik ook voor een klas sta, ook al zijn het achtjarigen of mbo'ers of volwassen mensen, die vinden zelfliefde egoïstisch. Ja, nee, maar dat is echt egoïstisch. Hoe komt dat dan dat wij dat vinden? Ja, dat zit toch ergens dat waar we het net ook over hadden. Als de moeder of een van de ouders dat denkt, dan wordt het automatisch ook doorgegeven aan de kinderen. Ja. En dat is dat stukje wat ik ook zeg van, goh, hoe wil jij dat jij je kinderen, of hoe zij gaan denken later? Dat ze zichzelf ook op de tweede plaats zetten? Of wil je ze meegeven dat ze zichzelf ook op de eerste plaats zetten? Toch loop je misschien het risico, als je zelf niet zo'n leuke jeugd hebt gehad, dat je denkt, nou, nu ga ik het veel beter doen. Dat je bijna gaat overcompenseren. Ik heb bijvoorbeeld jarenlang geroepen, ik wil geen kinderen. Omdat ik mijn eigen jeugd toch niet altijd als heel prettig heb ervaren. Ja. Hoe waak jij ervoor dat je niet denkt, ik ga alles op alles zetten? Omdat je zelf... We zijn niet perfect. Dat is één ding wat zeker is. En als ouders maak je altijd fouten. Er is geen enkele ouder die kan zeggen van, ik heb het perfect gedaan. Want dat is het mooie van kinderen. Kinderen zijn de grootste spiegels. Wat ze je voor kunnen houden. Mijn oudste is nu 16. Net geworden. En ja, het is echt een schat van een gozer. Maar die heeft me zo vaak spiegels voorgehouden. Maar ook met qua mijn ex en noem maar op. En dan heb ik zoiets van, wauw, dat zijn echt dingen die ik los mag laten. En ook dingen die ik misschien anders had willen doen. En dat kan ook met deze kleine meid weer. En we hebben gezamenlijk hebben we er 5. En die andere spiegel me ook wel eens af en toe. En weet je, je probeert het beste uit jezelf te halen. Maar ook uit hun. Maar perfect doen? Nee. Bemin de charme van de imperfectie, zeg ik altijd. Bemin de charme van imperfectie. Ja. Ja. Ja, want dat is het mooie. Dat is waarom ik ook zeg van dingen die je kan voelen, die niet prettig voelen. Zie het als een cadeautje, want het mag eruit. Het mag weg. Ja. In plaats van... ja, boos worden op jezelf of iets waarom je het weer voelt of dat je die kant op gaat. En dat is wat we gewend zijn. En waar heb jij dit van geleerd? Is er een bepaald traject of een bepaalde leer? Of hoe ben jij zo een beetje hiermee in aanraking gekomen? Zoals ik al zei, ik was 17 en ik het ongeluk kreeg. En ik had toen echt een vette baan bij Hewlett Packard. En ik verdiende bijna 3000 gulden toen de tijd. Want ik werd ook nog eens niet belast, weet je wel, omdat ik 17 was. En nou weet je, ik denk, nou, mijn geluk kon niet meer op. En ik was echt topsporter. Ja, en dan krijg je ineens het ongeluk. En dan kom je erachter van, ja, geld is niet belangrijk. En mijn gezondheid is belangrijk. En dat ego wat je hebt, nou, daar schiet je ook niks mee op. En ik zat echt in een relatie ook niet goed voor je was? Totaal niet. Totaal niet. Die maakte me nog zieker. En dan ga je toch andere dingen bekijken. En ik was altijd wel heel erg van het ontwikkelen. Dus ik kwam echt inderdaad van, oké, waarom word ik ziek? Waarom heb ik dat ongeluk gehad? Toen ik klein was, kan ik me nog altijd herinneren. Mijn moeder had zo'n hele dikke encyclopedie van het lichaam, anatomie van de mens. En die ging ik altijd doorlezen. Dat vond ik gewoon leuk. En weet je, dus dat kwam nu allemaal ten pas. Van, goh, uiteindelijk kwam naar voren dat ik een whiplash had, de zwaarste. Dus het was echt voor mij van boven naar beneden gewoon helemaal verkrampt. Maar dat was pas na 8 jaar na het ongeluk dat het naar voren kwam. Voor die tijd was het van, het zit tussen je hersenen en het is niet zo, want je zag aan mij niets. Dus je dacht dat je je aanstelde? Ja, ook. En het bizarre van het verhaal is, want het was met het grote vervoersbedrijf Amsterdam. Want ik zat in de voorste bus en ik werd door een bus erachter zeg maar, aangereden. En ik ging net zitten op dat moment, dus ik maakte een ontzettende klap tegen een stang aan. Oh. En ik stond gewoon op en ik ging naar mijn werk, niks aan de hand. Totdat ik allemaal beelden zag. Ja, ik denk, hey, ik heb in één keer 3 beeldschermen voor me. Ik moet toch maar even naar het ziekenhuis. En lang verhaal kort te maken, uiteindelijk in gevecht met het vervoersbedrijf. En het kwam eruit van, ben je borderline? Borderline? Ja, nee, zo stond ik dus ook. Ik denk, oh, dat is bijzonder. Ik denk, waar staat het? Ja, staat in je doktersrapport toen je 15 was. En ik denk, oh, dus ik naar mijn ouders toe. Ik zeg, weten jullie dit? En nee, wat is dat? Dus ik uitgelegd wat het was. Nee, daar weten wij niks vanaf. Ik zeg, nou ja, ik ken mensen met de borderline. Ik zeg, ik weet dat ik het niet heb. Dus ik tegen hen ook gezegd, nou ja, stuur me maar naar een psychiater van jullie kant. Ik zeg, dan ga ik dat om zeep helpen. Ik zeg, want dit vind ik eigenlijk best wel kwalijk iets, want het is niet niets. Dus zo gedaan. En toen zei die man ook van, nou, jij hebt alles behalve dat, maar je gaat veel te makkelijk met dingen om. Met wat je hebt meegemaakt. Dus dat werd gelukkig van de tafel geveegd. Maar ja, wat hij heeft gezegd, bleef me altijd bij. Van, nou, ik ga te makkelijk met dingen om. Ik zeg, ik ga toch niet terugkijken en huilen en doen. Ik zeg, het is gebeurd.
En dan hebben we het over... Het ongeluk, ja, maar ook de dingen die ik heb meegemaakt. Ja. En uiteindelijk begon ik steeds meer pijn te voelen. Ik liet dingen uit mijn handen vallen. Dus mijn hersenen die begonnen ook iets anders te werken. En toen had ik zoiets van, ja, weet je, ik weet dat dingen gewoon op te lossen zijn. En vooral omdat de reguliere geneeswijze me niet meer kon helpen. Heel veel therapeuten gezien en gehad. De neurologen, die zei ook van, ja, we kunnen er voor de rest niks mee. En toen de tijd was Whiplash ook nog niet zo bekend. En toen ben ik heel veel gaan lezen en gaan doen. En toen kwam ik in één keer met alternatieve geneeswijzen in aanraking. En toen had ik zoiets van, ja, toen begon het bij mij lichter te worden. Dus toen ben ik lichter? Ja. Dus toen ben ik alternatieve geneeswijzen ook gaan studeren. Dus aromatherapie, magnetiseren. En ik ben me totaal eigenlijk in dat wereldje gaan beleven. Om te kijken van, goh, wat kan ik daaruit halen? Je zoektocht was begonnen? Ja. Ja, en hoeveel mensen lopen er nog meer rond eigenlijk die hier tegenaan lopen? Dus dat was dat stukje daarnaast. Dus ik ben die opleidingen gaan doen en ondertussen ben ik ook meteen mensen gaan helpen. Dus en ik denk dat dat ook het mooie is, dat je daar ook gewoon jezelf mee heelt. Weet je? Dus dat je ook met gelijkgestemden, dat dingen geen taboe is. En dat is ook zeg maar een stukje van mijn missie om dingen veel meer bespreekbaar te gaan maken. Want zit het nog steeds in een verdomd hoekje, alternatieve geneeswijzen? Ja. Wordt het al gauw zweverig genoemd? Ja, nog steeds. Ja. Ja, ik had dat in het begin ook toen ik deze interviews ging doen, een paar jaar geleden. Patrick ziet spoken, Patrick houdt zich bezig met buitenaardse wezens. Ja. Terwijl voor mij is het de normaalste zaak van de wereld. Ja. Ik sta overal voor open. Ja. Waarom zou je ook niet met zo'n blik naar de wereld kijken? Precies. Natuurlijk? Ja, maar dat is het mooiste. Juist wat je kan doen. Daar zijn we hier ook voor in plaats van... bepaalde normen en waarden of heel veel angst. En daar had ik het met mijn vader ook wel eens over. En die geloofde nergens in. Dat was echt super. Nergens in? Nee. Dat was echt een heel groot atheïst. Sorry papa, ja. Maar dat is echt zo. Dat zei hij zelf ook. En op het moment dat ik begon met mijn opleidingen, toen begon ik ook met voetreflexologie. Nou, is wel ergens een beetje onderbouwd. Want het zijn toch al je zenuwen uiteinden die daar lopen. En mijn zus die kwam over en haar man. En ik ging bij hun uitproberen. Nou, mijn zus had geen last van de maag meer. En mijn zwager ook geen last van zijn nek meer. En mijn vader, die kijkt, wat is dit? Door de punten op de voeten? Ja. En hij dacht zoiets, nou, bij mij mag je het ook doen. Ja. Maar ik denk, weet je, hij was ook zo sarcastisch. Ik denk, nou weet je, ik laat het gewoon links liggen. Ja, pap, is goed. Maar steeds bleef hij het vragen. En dan dacht ik, Liz, ik meen het echt, hè. Ik wil echt dat je het probeert. En ik dacht zoiets van, weet je, als ik mijn vader over heb, dan heb ik echt de wereld te pakken aan, voor mijn gevoel. En dus dat was voor mij eigenlijk weer voor het volgende stukje van, ja, ik wil eigenlijk nog meer leren. Dus ik werd nog hebberiger eigenlijk in kennis. Ja, en je doet dat nu niet meer? Je hebt geen voetreflexologie praktijk of zo? Nee, ik doe het in principe niet meer. Maar het blijft leuk, ook om bij mezelf te doen. Als iemand het even nodig heeft of wat dan ook. Maar het is niet de main... Nee. Maar je hebt de kennis in huis, daar komt het op neer. Ja. Je zegt ook ergens, of net in een voorgesprek, je zei, je lichaam is je leermeester. Ja. Of althans, je lichaam, daar zit eigenlijk alles al in opgesloten wat we... Dan kan ik een simpel voorbeeld noemen. In mijn vorige liefdesrelatie zat mijn nek altijd vast. Weet je, en vanaf het moment dat die relatie over was, zat die nek ook niet meer vast. Ja. Letterlijk ballast die van je afvalt. Ja. Ja, of je anders verkrampt moet voordoen dan je bent om die relatie... Ja, je tenen lopen. Heel veel dingen. Maar als je ook logisch gaat kijken naar bijvoorbeeld spreekwoorden die we gebruiken. Mm-hmm. Op je lever hebben. Ja, precies. Op je lever pislink zijn. Weet je, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk heel logisch zijn. Dus op het moment vrouwen hebben dan meer last van een blaasontsteking hebben, zeg ik ook van, goh, waar ben je boos over? En waarom uit je dat niet? Weet je, en dan zegt ze... Oh, je dat zegt. Ja, heel veel dingen zijn gewoon in principe simpel terug te herleiden. Alleen wij denken gewoon veel te moeilijk. Wij denken maar dat dingen normaal zijn of dat je bepaalde klachten zomaar krijgt. Ja. Nee, dat is niet hoe het werkt. Want je lichaam die slaat het op, niet je hersenen. Die vertaalt alleen. Ja. En wat is dan de grootste fout die je kan maken? Daar maar gewoon pillen in stoppen of zalfjes smeren? Nee, fout wil ik het niet noemen, want iedereen heeft zijn eigen keuze en dingen daarin. En wie ben ik om daarover te oordelen? Ik vind het wel jammer dat het te snel naar pillen gegrepen wordt. Dat is één ding wat zeker is. En dat mag wel veranderen. Dus op momenten, zoals ik zei, dat luisteren naar je gevoel, maar ook luisteren naar je lichaam. Van, goh, als je ergens last van hebt, of net zoals mijn beste vriendinnetje net weer iets met de enkel. En dan lezen het ook op van, oh ja, dat is ook precies waar ik nu in zit, weet je wel. Dus dan inderdaad dat je gewoon tegen dingen aanloopt. En heel veel dingen gaat ook om dat je meer bij jezelf mag blijven en daarbij stil mag staan. Ja.
Je werkt ook veel met kinderen, daar hadden we het in het begin over. Ja. En kinderen maken graag tekeningen. Ja. Je liet me een foto zien op je mobiel van een 4-jarige die een tekening had gemaakt. En jij las daar iets anders in dan de ouder, zullen we maar zeggen, zonder te privé te worden. Kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat gaat als jij met kinderen werkt? Ja, kinderen communiceren op een hele andere manier. Weet je, ze staan veel meer puurder in het leven nog. Wij groeien op en dan maken we dingen mee waardoor we onszelf ook meer gaan afsluiten. En dan wordt het plain communicatie. Kinderen die zitten veel meer in een energie of gevoel, of hoe je zweverig je het ook wil noemen. En zij zullen dingen ook op een hele andere manier benaderen. Of uiten. Of uiten. Ja. En dat is juist het mooie van kinderen. Dat zoals ik net al zei, het zijn zulke grote spiegels voor ouders. Weet je? En daarom betrek ik het liefst ook altijd ouders erbij. Hmm. Ik zoiets van, merk je hier ook wel eens iets van? En dan hoor je ook van, maar dat heb ik ook. Weet je, en op het moment dat je of het kind gaat helpen of de ouder, dan los je de andere ook op. En dan helpen die ook weer om te thriven en weer verder te gaan. Doe me denken aan Cesar Millan, de Dog Whisperer. Daar zul je ook wel eens naar gekeken hebben. Ja. Dan komt een koppel bij de Dog Whisperer om te zeggen van, ja, die hond laat altijd zijn plas lopen. Ja. Doe daar eens iets aan. En dan blijkt de oorzaak te zijn dat er altijd spanning in huis hangt, omdat de man veel te veel met zijn motor bezig is en die vrouw uit dat niet naar haar man en die hond pikt dat op en die wordt daar zenuwachtig van en laat ze plas lopen. Ja. Werkt dat ook zo met kinderen? Dat kinderen gewoon een soort van uitlaatklep zijn van spanningen in een huwelijk of een relatie? Zeker. Die niet geuit worden? Ja, 1000%. Ja. En het is dat stukje ook, niet alleen, het kan ook bij de persoon zelf zitten, zeg maar. Dus ook al wordt er niet over gesproken of gedaan, of de andere partner hoeft het niet eens te weten. Een kind die ziet zoveel meer dan wat je af en toe zelf bewust van bent. Dus op het moment als een van onze kinderen even niet lekker in zijn vel zit, dan zit ik altijd zoiets van, loop ik ergens iets mee? Voel ik me niet goed? Je gaat het meteen bij jezelf zoeken? Ja, nee, gewoon even aftasten. Even voelen van, is het voor mij? Of heb het kind wat meegemaakt? Want dan kan ik dingen uitsluiten, zodat het niet bij mij komt of bij mijn partner. Maar dat het echt iets is wat hij misschien heeft meegemaakt. Want kinderen kunnen het niet altijd verwoorden. Hè? En die denken ook vaak dat een gevoel bij hunzelf hoort. Hmm. En dat is juist het stukje wat ik ook heb meegekregen. Ik weet hoe dingen aanvoelen. Dus op het moment dat ik met dat 4-jarig meisje ben, dan voel ik haar. Weet je, maar dan weet ik. Ik heb het geleerd dat dingen niet van mezelf zijn. En heel veel kinderen, maar ook volwassen mensen. Daarom heb je dat empathische gedeelte. Omdat mensen hooggevoelig zijn en wat steeds meer opkomt. Omdat ze prikkels en gevoelens van andere mensen overnemen. Hmm. Maar hoe doe je dat met 5 kinderen? Ik bedoel, dat lijkt me zo lastig. Hoe weet je dan nog wat van wie is en wie... Ja, ze hebben allemaal een eigen authenticiteit. Hè? Dat is het mooie ervan. Dus het is nooit dat ze echt op elkaar lijken. Ze hebben allemaal hun eigen uitdagingen en eigen mooie dingen. Dus dat is altijd anders. Ja. En hebben kinderen ook misschien ook wel zoiets van... Ja, mam, nou weten we het wel. Laat mij maar gewoon even. Heb jij de drang om dingen op te lossen voor hun? Of... Ja, dat heb ik dus geleerd met de oudste inderdaad. Dat ik altijd overal van, ik help je wel en dit en dat. Ja. Ik los het wel voor je op. En nu heb ik echt zoiets van, weet je, ga maar op je bek en doe het zelf maar. Ja. Want ik heb te lang het hand boven het hoofd gehouden, zeg maar. En dat leer je dan weer voor de volgende. Ja, ja. Je mag dan eerder op zijn bek gaan. Ik heb bijvoorbeeld in mijn leven nog nooit een auto gekocht zonder dat mijn vader erbij was. Omdat die wel enorm goede onderhandelingstactieken had. Ja. Dus die haalde er zo nog €5000 vanaf. Maar ik dacht wel, eigenlijk had ik gewoon op mijn 18e een oud barrel moeten kopen. Wat als je de straat uitrijdt al uit elkaar valt. Van €500. Want dat is leergeld. Ja. Ja. Dan weet ik dat voor een volgende keer. En daar heb ik iets aan. Als ik misschien een huis ga kopen. Of daar heb ik iets aan als ik een keer iets anders groots ga kopen. Ja, maar dat is dat stukje ook wat wij dan weer als ouders inderdaad doen. En weer meegeven. En dat is wat ik ook zelf heb gedaan. En waar ik dan ook weer over geleerd heb. En af en toe... Dan zie je het zelf ook niet in. Hè? Dan heb je naast iets van, wat heb ik gedaan? Ik zeg, tuurlijk, weet je, ik had hem eerder op zijn bek moeten laten gaan. En weet je, maar juist omdat ik zo vaak op mijn bek ben gegaan, heb ik zoiets van, dat wil ik niet. Want ik deed alles zelf. Ja. Weet je, ik had juist liever gewild dat iemand me af en toe wat meer had gedragen. Ja. Weet je wel, dus dan ga je het inderdaad, zoals je net al benoemde, misschien toch wat overcompenseren. Ja. En doen. Maar weet je, het is een leerproces. En op het moment dat je gewoon blijft praten, dan zeg ik het ook gewoon tegen hem van, weet je, het is tijd dat je zelf op je bek gaat. Ja, maar natuurlijk weerstand. Ik zeg, prima. Pff, doe je ding, weet je. En ook al, natuurlijk mag je boos worden. Wie ben ik om dat niet te vinden? Ik haal natuurlijk ineens iets bij hem weg. Ja.
Weet je, ja. En die andere die kan ook weer gaan zeggen, ja, maar bij hem deed je het wel. Weet je, dus dat kan je altijd houden. Maar het is maar net hoe je er zelf in staat en ermee omgaat. Even iets geks tussendoor. Ben je nog wel eens terug geweest naar Colombia? Nee. Ik wil wel, ooit, denk ik. Het is een heel mooi land, maar het trekt me niet maar meer door de dingen wat ik daar heb meegemaakt. Ook was ik heel klein. Het was een luxe van, ik ga terug. En hoe vind je dat Colombia, moet nu aan denken, in de media neergezet wordt? We zijn natuurlijk allemaal fan van die tv-serie op Netflix. Escobar, tuurlijk. Narcos. Ik hoor niet anders. Het eerste wat je ervoor... Oh, Colombia. Oh, Escobar. Ja. Wat denk jij dan? Je moest dus weten? Of... Ja, nou ja, weet je, je hebt heel veel verschillende meningen erover. Ook als je aan de andere kant kijkt van de Colombianen, is dan ook weer gescheiden. Sommigen die waren het met hem eens. En hoe die natuurlijk ook wel weer voor de Colombianen volgt. Ja. Weet je, dus dat is ook weer een wisselbeeld. Maar ja, weet je, ik heb daar nooit echt heel veel mee. Nee. En is het een bepaalde angst dat je denkt, ik ga daar niet meer naar terug? Of houd je iets tegen? Nou ja, vroeger wel. Maar dat was meer omdat ik nog in die pijn zat. Door die dingen die ik mee had gemaakt daar. Maar nee, nu meer. Tuurlijk wil ik er wel heen om te kijken naar mijn roots. Maar ik ben ook half Frans daarnaast. Dus ja, daar gaan we dan binnenkort heen. Gaan we ook weer een nostalgische tour doen. Dat was ook mijn laatste trip met mijn vader. Zijn we ook daar doorheen gegaan. Door Normandië. En dus dan gaan we weer een beetje langs. En ik woon in Nederland. Dus ja, ik ben een universeel mens. Dus het is niet dat ik echt Colombiaans ben. Of echt Frans. Of Nederlands. Ja, dan voel ik me toch het meest Nederlands. Ja. Ja. Is ook raar. Hè? We hebben natuurlijk allemaal 700 verschillende soorten bloed in onze aderen. En dan gaan we altijd maar kijken naar waar iemand dan toevallig geboren is. Ja. Dat zou dan veel zeggen. Hey, ik zag, je doet ook veel voor goede doelen. Ja, we gaan binnenkort... Iets voor War Child of zo? Ja, die waren toch wel iets sceptischer. Dat vond ik wel heel jammer. Want die hebben zelf een nieuw team nu begeleid. En die staan niet helemaal open voor ons. Dan, ja, het is gratis, dus waarom zei je daar niet? Maar goed, wat er zei. Dus we zijn binnenkort gaan beginnen bij Kidspace. Dat is ook een goed doel. Ook voor kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dus ik hoop dat we daar heel veel voor mogen doen. Dat gaan we week 33 doen. En we gaan voor kanjers gaan we nog ook een programma starten. Daar, dat is ook nog in werking. Ja. Ik zou ook denken, jullie hebben er al samen 5. Maar nooit gedacht van, ik adopteer ook nog een kindje. Tuurlijk, ja. Het is wel door me heen gegaan. Alleen, ja, we hebben wel 5. Ja, precies. En wat zou je willen zeggen tegen mensen die want ik denk soms wel eens van, ja, ik kan wel een kind adopteren. Maar het is zo'n enorm kleine druppel. Op een enorme grote plaat. Ja. Maakt het werkelijk het verschil? Ja, is alles wat je doet maakt het verschil. Alles. Want dat is het drempeleffect. Want stel je voor dat je wel dat ene kindje kan helpen. Ook al is het maar één kind. Maar die krijgen ook weer kinderen. Hmm. Weet je? En die leer je ook weer bepaalde dingen mee. Dus het is nooit maar één kind. Dus het zal dat mensen zeggen van, ja, kan je echt het verschil maken als je maar één persoon helpt of dit. Ja, want dat is het drempeleffect. Wat er gebeurt. Dus ook op het moment dat we het net over hadden van, ja, dingen krijg je mee van je ouders en noem maar op. Dus op het moment dat je één persoon helpt, die zal het misschien ook daardoor weer anders gaan doen met zijn kinderen. Dus je doorbreekt daar ook weer dingen mee. Een patroon. Ja, ja. Weet je, dus het is nooit een druppeltje. Het is echt al meteen een geheel wat je meepakt. Sta je ook wel eens voor groepen of doe je het meestal één op één? Nee, ik sta ook voor groepen. Ja. Ja, in bedrijven, op scholen, en wat voor vertel coaches. Je? Wat vertel coaches. Je ze dan? Ja, weet je, het is altijd anders, hè. Groepsdynamiek, dat hangt er echt van af. Dus of ik nou voor mbo'er sta of voor groepen 8 of voor volwassen mensen of voor een bedrijf. Het is altijd anders. En dan ligt het ook nog aan wat voor mensen er staan. Dus of ze een beetje sceptisch of afgesloten zijn of echt openstaan om te leren. Dus dan ga je altijd een beetje aftasten ook van, oké, waar kan ik een beetje heen en wat hebben ze nodig ook vooral. En wat is dan de gemene deler die je eigenlijk overal ziet? Wat zijn de basisbehoeften van mensen? Ik heb dat wel eens in de geweldloze communicatie gehoord. Mensen willen eigenlijk maar 3 dingen. Ik geloof gehoord, gezien en geknuffeld worden of zo. Hè? Ja, ja. Wat proef jij zo als je voor al die groepen staat? Waar zoeken mensen nou echt naar? Nou, voornamelijk het gehoord worden. Op dit ogenblik. Vooral het de pijn die mensen gevoeld hebben om die daadwerkelijk laten voelen. En dat is ook dat stukje wat ik ook vaak meegeef. Het komt er op een andere manier uit. Dus mensen mogen zichzelf gaan horen. Weet je? Dus we hebben dat niet van andere mensen nodig. En dat is ook wat ik probeer duidelijk te maken. Juist dat stukje wat bij mij altijd een beetje een rode lijn is. Of het nou kleine kinderen zijn of grote mensen. Is dat je van jezelf mag houden.
dat het niet egoïstisch is. En dat je voornamelijk heel veel naar jezelf ook mag luisteren. Van, goh, wat voel ik en wat kan ik daarmee en wat heb ik daarvoor nodig? En dat is ook wat ik vaak zeg, wat heb je nodig? Maar heb je daar nog wel tijd voor? Je hebt zo'n druk leven. En ik denk dan altijd van, leven we niet in een maatschappij waarin we daar eigenlijk gewoon niet de tijd voor hebben? We moeten de hele dag maar doorjakkeren, huishouden, tanken, pinnen, noem alles maar op. Ja, maar dat is dat gejaagde gevoel wat je dan in je voelt. Maar op het moment dat dat weg is, dan heb je alle tijd van de wereld. Ondanks dat je een volle agenda hebt met 3 afspraken per dag. Daar mag ik me niet achter verschuilen. Nee. Nee, maar ook met kinderen thuis of wat dan ook. Of met verschillende roosters. Of nee, het is nooit dat ik zoiets heb van, oh nee, ik kom tijd tekort of dingen of wat dan ook. Nee, dat is omdat niet iedereen is er altijd blij mee. Net zoals net, ik kom altijd even iets later of wat dan ook. Ik voel die druk niet van tijd. Weet je, en dat is dat andere, ja, maar je moet wel op tijd komen, dit en dat. Ja, heel vaak ben ik ook gewoon op tijd, maar ik neem wel mijn eigen tijd intern. Ik ga me niet opgejaagd voelen of me laten leiden door die mainstream media dingen. Ja. Nee. Jouw website is Zen You Is Me. Zeg ik het zo goed? Want je zou kunnen denken Zen Youisme. Ja. Maar dat is het niet. Waarom die naam? Dat is eigenlijk ineens zo opgekomen. En ja, als de persoon tegenover me Zen wordt, dus weer teruggaat naar zichzelf, dan voel ik dat ook weer. En dat is ook die druppel waar ik het net over had. Ook al help je iemand die in een coaching sessie hebt of waar je even mee praat, dan zal je het verschil maken in die persoons leven misschien. Maar ongeacht wat die persoon doet voor werk of dat hij kinderen hebt, zal die dat ook weer doen bij zijn of haar kinderen of op zijn werk of wat dan ook. Dus op het moment dat je meerdere mensen bewust maakt, dan geeft dat zelf of werpt dat zelf zijn vrucht af. Dus als jij Zen bent, ben ik ook Zen. Ja. En zo doen we het samen. Doe maar die ene film denken, Pay It Forward. Oh, ja. Die is mooi. Ja. Het sneeuwbaleffect. Ja. Hè? De butterfly effect noemen we het ook wel eens. Er zijn natuurlijk talloze films en liedjes over. Ja. Wij denken soms dat we alleen met grootse dingen de wereld kunnen veranderen. Hè? Dat proef ik een beetje bij jou. Dat jij gewoon zegt, ja, maar al doe je even vriendelijk tegen een cashier bij de Albert Heijn. Ja. Diegene komt weer thuis, doet weer net wat leuker tegen haar man of kind of buurvrouw. En zo werkt het door. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk wel heel liefdevol. Maar dan denk ik weer meteen, oké, dus dan zouden wij eigenlijk met z'n allen massaal coach moeten worden. Of hoef je daar niet coach voor te zijn? Nee, dat zeker niet. Maar het is wel het mooiste vak, moet ik zeggen. Als je kijkt, als wij ook mensen gaan opleiden tot coach. En dan zit er heel veel ook van, ja, maar ben ik wel aan toe? En kan ik het wel? Want ik heb zelf nog heel veel dingen op te lossen. Ik had er toevallig net ook weer een aan de telefoon. Ik zeg, maar ja, dat is het mooiste wat je kan doen. Ik zeg, het wil niet zeggen omdat ik coach ben, omdat ik zoveel mensen help, dat ik uitgeleerd ben. Ik zeg, dat is juist het mooiste, dat gewoon naast elkaar kan. Waar heel veel mensen altijd naar buiten toe gaan, dus de guru buiten zelf te zoeken. Weet je, inderdaad, zoals Wayne Dyer, prachtig mens, Deepak Chopra, you name it, Eckhart Tolle, vind ik ook geweldig. Maar het gaat om je eigen coach worden. Weet je, en dat je zelf die dingen mag doen. Dus ik help mensen op weg, zodat ze hun eigen guru worden. Weet je, zodat ze volgende keer zeggen van, oh, dit heb ik geleerd en dit heb ik nou eigen gemaakt. En nu kan ik dat zelf ook weer oplossen. Weet je, dus dat ze ook leren om gewoon daarop te vertrouwen. Even advocaat van de duivel, we hebben wel heel veel coaches in Nederland. Hè? In de zin van, het is een soort wildgroei van, iedereen mag zich ook coach noemen. Hè? Ja. Hoe weet ik of ik een goede coach tegenover me heb? Wat zijn de kenmerken van een goede coach? Wow, dat is voor iedereen verschillend. Dat is het. Het ligt eraan in welk gedeelte van in je leven je zit. En hoe bewust je voor jezelf bent. Of je nog bewuster wil worden. Wat wil je oplossen? Weet je, daarom heb je heel veel verschillende coaches voor mensen. Omdat je ook natuurlijk heel veel verschillende fases hebt waar mensen in zitten. Weet je, en ik geloof ook altijd als iemand bij jou terecht hoort te komen, dan komt hij bij jou. Dan is hij daar aan toe. Dus ik vertrouw daar volkomen in. En ik merk dat ook met mensen zelf. Ook voor de mensen die we opleiden. Ik ben meer, zeg maar, de bewustzijnscoach. Dus ik ga nog even een laagje dieper, ook bij de mensen. Van ja, weet je, een beste coach begint bij zichzelf. Dat doen we ook dan met Ecofit. Die twee die zijn dan op dat moment, als we een opleiding doen, met elkaar samen. Omdat juist om die persoon dat zelfvertrouwen te krijgen. Van, goh, als coach mag je er ook gewoon zijn. Maar zorg ervoor dat je dingen niet mee naar huis neemt. Weet je, dus dan leren we mensen ook op een hele andere manier denken. Zodat ze niet
ja, de pijn gaan spiegelen van andere coaches weer. Of van andere mensen, coaches. Dus het is het stukje dat mensen komen vanzelf bij je. Maar toch, jij hebt natuurlijk ook je rekeningen te betalen. Zeg je dan heel hard. Ja, zeg je ook wel eens nee tegen mensen? Van denk, sorry, maar ik kan jou gewoon hier niet mee. Ja, ja. Als het niet klikt, dan dat adviseren we ook onze coaches, ook bij Ecofit, dat het niet doet, alsjeblieft niet. Ook al heb je inderdaad rekeningen te betalen. Ja. Als het niet klikt, dan zal je niet helemaal misschien het effect krijgen wat je wilt. Of dan ga je continu op je klok kijken van, goh, weet je, ik nog zo lang. Dan heb je een hele andere dynamiek. En dat is gewoon zonde, net zo voor de coach zelf als voor de persoon die daar zit. Hm. Weet je, en we hebben meerdere mensen rondlopen, zo voor Seniors Me ook. Zorg ervoor dat het altijd iemand is die ook bij je past en waar het mee klikt van beide kanten. Ja. Ja. Wat nu ook heel erg in is, zijn succescoaches. Michael Pilacic, mensen die zeggen, kom maar bij mij. Ik zorg ervoor dat jij binnen een half jaar miljonair wordt. Ik vind dat nogal een grote belofte. Dat kan je toch eigenlijk niet beloven aan iemand. Jou te vragen een oordeel uit te spreken. Maar, of heeft een succescoach ook zo zijn effect? Ik heb er niet mee te maken gehad. Dus ik weet niet of ik daar iets van kan vinden. Wij geven ook vaak aan van, goh, wij kunnen mensen sneller helpen. Juist omdat we het niet continu praten. Je niet net als de reguliere zorg dat we continu aan het praten zijn van maar 20% wordt opgeslagen en 80% gaat weg. En op het moment dat je het lichaam erin zet, ja, dan wordt dat zeg maar omgedraaid. Er valt voor alles wel wat te zeggen. Dus inderdaad, dat hooggegrepen als ik het zo hoor. Als ik denk in belemmeringen, ja, dan is het inderdaad van, is dat wel echt zo? Of wat dan ook. Als ik denk in mogelijkheden, van ja, waarom ook niet? Ja. Maar gaat het dan altijd om de mindset die je hebt? Of is dat maar een onderdeeltje van? Dan komen we toch weer uit bij mind, hè? Ja. Als mijn hele lichaam roept, nee, dat is het niet. Mijn mind zegt, ja, maar je krijgt wel €5.000 gestort iedere maand. Mm-hmm. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dan ga je jarenlang door, terwijl je lichaam al bij wijze van spreken met één deur buiten de... Of met één been buiten de deur staat. Wegwezen hier. Ja. Ja, maar dat is het ook. En dat is dat stukje waar we veel meer op mogen vertrouwen. En dat is het lichaam. Natuurlijk heel veel is mindset. Maar als je ook kijkt naar hoe je denkt en hoe je jezelf voelt, dat staat onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus als je denkt van, goh, weet je, ben ik het waard? Kan ik het wel? Noem maar op, dat zijn vaak de eerste belemmerende gedachtes die je hebt, waardoor je het doelen niet kan bereiken. Maar daarnaast voel je ook nog eens rot. En als je daar in één keer, ik kan het wel en ik ben goed genoeg en die mindset gaat veranderen, dat heb je tijd nodig. Maar op het moment dat je het lichaam erbij pakt, dus die emotie erbij hoort, ja, dan kan je heel snel verandering boeken. Hmm. Maar ja, anders ben je inderdaad een half jaar of een jaar bezig, continu bezig te zijn met die mindset. Hmm. Ja, en dat voelen, dat is natuurlijk niet iets wat ons hier in Nederland vanaf school... Zou dat op scholen misschien meer moeten gebeuren? Dat in plaats van al die woordjes in je hoofd stampen, nou gaan we eens een lesje in voelen krijgen. Ja, maar dat proberen we dus ook te doen. Voornamelijk met Ecofit Kids. Dat de EQ-basis is eigenlijk waar we meer naartoe moeten. Heel veel is IQ en mind en hoe slim ben je. En terwijl we veel meer naar dat stuk mogen, want daar lopen heel veel mensen nu op vast. Van, goh, hoe ga ik met mijn emoties om? En mag het wel? En je ziet het ook bij kinderen. Heel veel wordt, ga ik toch die kant op. ADHD, ADD, ODD, alle stempeltjes en dingetjes. Ja, waar ik altijd een beetje een allergische reactie op krijg. Ja, waarom? Omdat kinderen meteen bestempeld worden met iets. Dus met een valse overtuiging eigenlijk. Ja, maar ik heb ADHD, dus ik ben zo. En daardoor kan ik mijn doelen niet bereiken. Ja. Terwijl het gewoon kinderen zijn die niet... 8 uur achter een tafeltje horen te zitten, omdat je meer moet bewegen, meer moet doen. Want die energie moet weg. Het moet eruit. Dus het is niet gek dat iemand ineens tikken krijgt of iets moet hebben. En daarnaast worden we veel hooggevoeliger. Dus nemen ze elkaars prikkels ook over. En ze kunnen thuis een heel ander kind zijn dan op school. Ja, en dat is dat stukje dat als je in één keer dingen in een groep gaat gooien en allemaal kinderen bij elkaar en je gaat het hebben over emoties, ja, dan merk je ook meteen dat er iets heel anders ontstaat. Ja. Nog even tot slot, want we zitten kapot te gaan van de warmte hier, hè. Je hebt het over voelen. Dus we houden het even ietsje korter. Ja, niet aan denken. Ja, tatoeages, hebben die nog een bepaalde betekenis? Ja, allemaal. Ja. Deze. Believe in yourself. Ja.
Dat is, ja, ik vind het belangrijkste wat een mens kan hebben. Ja, ik vergeet hem altijd dat ik hem heb. Maar meestal als ik mascara op doe of zo. Oh ja, die heb ik. Dan zie je hem in de spiegel. Ja, maar anderen zien hem vaak. Dus dat is altijd een beetje naar je mind van, oh oké, ja, ik moet wel in mezelf leren geloven. Dus dat vind ik altijd wel een mooie. En juist omdat ik heel lang dat niet heb gehad. Dat ik in mezelf en ook niet in mijn lichaam. Hoe heb je dat wel eens onderzocht? Hoe dat dan komt? Want eigenlijk van nature zijn we toch heel gevoelig. Wanneer begint dat dan, dat we ons gevoel niet meer gaan geloven en ons... Het moment dat je niet gehoord wordt. Dus op het moment dat een kind zegt, van heel klein van, oh, er zit een monster op mijn kamer, dit en dit, dat. Ze zeggen, ja, maar monsters bestaan niet. Dan wordt je gevoel dus eigenlijk, dan wordt gezegd van, dat gevoel van, ja, klopt niet. Nee, klopt. Of het kind voelt bij de ouder van, goh, verdriet of boosheid of wat dan ook. En mama, je bent boos. Of papa, je bent verdrietig. Nee hoor, dat is niet zo. Terwijl het wel zo is. Dus dan klopt het voor het kind ook niet. Wat hij voelt met wat er gezegd wordt. Dus dan krijg je een discrepantie noemen we dat met een mooi woord. Dan gaan we ons gevoel leren te wantrouwen. Ja. Ja. En dat is universeel. Daarvoor hoef je niet de jeugd gehad te hebben die jij hebt. Dat gebeurt eigenlijk bij ieder kind dus. Ja. Over het algemeen. Yeah. En wat is dan wel de juiste manier? Stel, ik kom bij je als kind en ik zeg, mama, zit een monster onder bed. Gaan we dan samen kijken of dat monster er is? Ja hoor. En gaan we daar het dan... is de verbeelding van het kind ook. Hè? En natuurlijk moeten we niet te ver in doorslaan als er in één keer weet ik wel hoeveel bergen op zitten. Maar daar ook gewoon over kunnen praten. En ook gewoon leren van, goh, ook al zit dat monster, ben je bang? Wat doet dat met je? En weet je, we gaan er samen voor zorgen dat het helemaal niet hoeft. Weet je? En daar ook weer manieren voor bedenken of verzinnen van, goh, wat vind jij prettig? Hoe vind jij je prettig? Of gaat die popje beschermen? Of weet je, dus op die manier spelende wijs zichzelf ook leren beschermen. Daarop leren vertrouwen. In plaats van externe dingen of de bevestiging van anderen nodig te hebben. Of ja, you name it. Het zijn zoveel dingen waar we tegenaan kunnen lopen. Je andere tatoeage, heeft die nog een betekenis? De Boeddha en de lotus. Oké. Ja, silhouet van de Boeddha. Mensen vonden me vroeger al zweverig. Dus op een gegeven moment ben ik dat ook gaan geloven. Uiteindelijk bleek het dus niet zo te zijn. Dat was meer analytisch. Dus heb ik heel veel dingen gelezen en gedaan voordat ik er eigenlijk echt in ging geloven. Dus dat vond ik altijd wel een mooie. Om weer terug te koppelen aan hoeveel we eigenlijk van anderen overnemen. En daar uiteindelijk denken dat ook te zijn. Dus heb ik altijd gezegd, nou, ik ben een boeddhist, weet je, dus respecteer dier, mens en natuur. En dat vond ik altijd gewoon heel erg belangrijk, ook dat stukje zen. Later, want ik heb ze allebei apart getatoeëerd, kwam ik er ook achter, las ik het ergens van dat Boeddha uit een lotus is ontstaan. Ik denk, oh, dat is grappig, dat ik hem zo heb laten tatoeëren. Dus ja, alles heeft wel met dat een betrekking. Ja, mijn voeten ook. Dat is ook mijn zoon en ik samen, zeg maar. Dus de kreeft en de vis, maar die heb ik ook zelf gemaakt. Dus ik moet hem echt uitleggen hoe die loopt. Oh ja, nu zie ik het. Dan klopt die. Ja, nu klopt die. En een draak om mijn buik dan. En dat is ook een bescherming. Al heel jong, ik was 15 dat ik die liet zetten. Maar uiteindelijk hoor ik over, ja, draken, dat zijn ook beschermers. Oh ja, dat vond ik altijd ook al geweldig, draken. Dus dat was mijn... Oké. Nog even een paar korte dingen. Lizzie's Oase, bestaat dat nog? Dat is eigenlijk omgeturnd nu in Zen You Is Me. Eigenlijk was je iedere naam? Ja, klopt. Ja. Klopt. En wat is je eerstvolgende project? Waar ben je nu helemaal enthousiast over? Dat zijn er wel meerdere eigenlijk. Ja? Heb je meer ballen tegelijk in de lucht? Ja. Als we het gaan hebben over kinderen, ben ik nu zeg maar bezig met programma's die in september starten voor vrouwen die zwanger zijn of net bevallen. Juist om met die nieuwe gevoelens en emoties om te leren gaan. Juist om voor hunzelf ook die basis neer te leggen of sterker te maken. Juist ook voor het kindje straks, dat die hechting beter wordt. Dat ze sneller beter in hun vel gaan zitten. Daarnaast ook een ouderprogramma voor kinderen die of voor ouders die wat moeite hebben met hun kinderen om te gaan. Of ze nou 8 zijn, 8 maanden, 8 jaar of 16, 17 jaar. Dus daar ook handvaten voor mee te geven. Er komt een nieuwe opleiding aan weer voor Ecofit, voor Senior Is Me. En Ecofit zijn we ook bezig met goede doelen. Dus ja, we zijn echt met meerdere dingen bezig. Vergeet ik wat? Je kijkt even naar je man. Ja, Centrum de Toekomst lees ik hier nog. Je grote toekomstdroom is? Ja, het centrum. En dat heb ik al helemaal als PowerPoint-presentatie neergezet. Wat gaan we daar doen in dat centrum? Daar kan je in principe voor alles terecht. Dat is het. Dus niet voor een fysiotherapeut moet je daar terecht, voor daar moet je daar. Maar echt een centrum waar je alles in kan vinden. Dus een coach...
fysiotherapeuten, mensen die vanuit de wetenschap komen of reguliere geneeswijze, die ook dat stukje bewustzijnsvorming. Ja, het gewoon het alles wat in één komt. Dus is dat mensen, er nog niet? Nee, niet de manier hoe ik hem neer heb zetten. Want ik wil ook ruimtes, dus bepaalde kleuren geven waarin mensen zich dus verder in kunnen ontwikkelen. Kleur is gewoon heel erg belangrijk. Dus ook wat we aan hebben, is ook hoe we ons voelen vaak, wat we nodig hebben. Dus hoe ik hem heb zitten, dat centrum, is er nog niet. Gaat er komen, denk je? Ja. Al vind ik het wel spannend natuurlijk. Ja. Want? Ja, het is toch net wat anders. Het is dat stukje waar we nu mee bezig zijn. Lissy's Oase was volgens mij ontzweverig. Of alternatieve geneeswijze, noem maar op. Senior's Me is zeg maar de aardse kant op gegaan. Dus ik geef het aardse, of het zweverige, een aardse stem. En dat is ook in de Maya kalender eigenlijk mijn zegel. Dus dat dat ook mijn bedoeling is. Dus dat vond ik altijd wel mooi. En op die manier alles één te laten worden. Dus dat mensen ook daadwerkelijk geholpen worden. Dus niet bij een huisarts met 10 minuten. Hier heb ik een pilletje. Want ik weet echt even niet wat ik met je aan moet. Of je komt weer met een chronische pijn. Nee, dat iemand echt naar binnen kan stappen. Van ik heb last van mijn rug. En we gaan kijken wat het beste bij je past. En welk trajectje zo snel mogelijk wel kan lopen. Want het is maatwerk natuurlijk. Ja. Er is niet een pasklare oplossing voor. Nee. Dat denken we wel in Nederland. Met dat dikke boek, hè, de DSM-4 of 5. Ja, hoeveel zijn we? Ja. Oh, dit zijn de symptomen. Wat jij zei, borderline. Of ADHD. Of weet ik het ook allemaal. Nee, dat mag voor mij echt weg. Ja. Weg met de stempels eigenlijk. Ja. En dat is ook, daar heb je echt een geweldig YouTube filmpje van. En die ontroert me nog steeds. En die heb ik laatst ook weer tegen de partners verteld. Die moet je echt kijken. Dat is Labeling Kids. En dan zie je ook kinderen met ADHD of depression of van alles erop. En daarna scheuren ze het af. En daaronder heb je creatief dingen. En dat is ook waar het om draait. Dus echt de authenticiteit van de mens halen we weg. Op het moment dat we iemand gaan bestempelen. Ja. Weet je? En is het zo gek dat zoveel kinderen nu ADHD hebben? Moeten we dan niet kijken naar wat anders moet op school? Moeten we niet kijken naar wat de kinderen dan echt nodig hebben in plaats van Ritalin en weet ik wel allemaal voor stofjes. Het komt dan echt wat tekort. Terwijl ze daar ook met toeval zijn achtergekomen waarom Ritalin dan bij ADHD zou werken. Weet je, we zijn guinea pigs heel vaak. En dat hebben we gisteren ook op het journaal dan ergens gezien. Ook met zwangere vrouwen en de baby's zijn overleden door een testdrugs. Maar ook als je kijkt naar mij, ik was 16 dat ik antidepressief werd doorgezet, omdat het mij ook even niet goed ging. Nou, dat duurde gelukkig niet lang. Maar toen ik 32 was, kreeg ik een brief op de mat. Van, je hebt toen de tijd antidepressief gehad. We willen graag weten wat het met je hersenen hebt gedaan. Dus dan ga je onder de MRI en dan krijg je het stofje weer toegediend. En dan gaan wij kijken wat het met je hersenen doet. Kijk hoe je erop reageert. Ik dacht van, 16 jaar later, het staat nog steeds geregistreerd ergens. Ja. Nou, en dat is een van de meest voorgeschreven antidepressiva waar we het over hebben. Ja. Dus we zijn allemaal nog steeds testpersonen. In plaats van dat je terug gaat kijken naar de roots van, goh, wat heb je meegemaakt? Wat kunnen we daaraan doen zodat je dat weer gaat voelen, maar op een manier wat veilig is voor die persoon, zodat je dat daadwerkelijk ook weer verder kan. Maar is alles met praten op te lossen, denk jij? Nee, maar dat is het. Wij gebruiken niet alleen praten. Nee, voelen. Maar ook oefeningen of doen. En daar is Ekevit, dat is het mooie, dat ik ga een stukje terug naar het verleden en Ekevit gaat naar de toekomst. En dat wordt gedaan, dus met minder praten en juist het doen. Kun je een paar voorbeelden tot slot noemen van die oefeningen die jullie doen dan? Is het bewegen? Is het yoga? Is het wandelen? Nee, we maken gebruik met schrijven, met opdrukken, met kaarten, met boksen, met verschillende dingen. Het uiten van gevoel, moet ik dan aan denken. Ja, en dat is het mooie, hoe dat ook omschreven wordt. Dat wij kunnen A zeggen en dit en dat en voel me goed. Maar op het moment dat je de beweging inzet, het lichaam ligt niet. Dus je lichaam gaat heel iets anders laten zien op het moment dat je echt daadwerkelijk op dat punt komt. Ja. En dan in één keer kom je jezelf tegen. Die zegt van, hey, maar dit is raar. Want je kan doorlopen. Wij gebruiken doelen, we gebruiken metaforen. En dan merk je in één keer wat het lichaam gaat doen. En dan wordt het bewustzijn ineens heel erg anders. Van, hier loop ik dus tegenaan. Ik zeg wel heel erg dit. Maar mijn lichaam die staat bijvoorbeeld nog steeds in vechtstand. En ik wil eigenlijk alleen maar vechten. En daarom ben ik zo moe. Of ik durf mijn grenzen niet aan te geven. Of weet je, het zijn heel veel dingen natuurlijk die naar voren kunnen komen. Maar dat gebeurt niet met praten. Nee, dat komt door die oefeningen. Ja. En nogmaals, het lichaam ligt niet. Nee. En doe je nog wel eens aan karate?
Nee, ik wil dat ergens wel weer gaan doen. Misschien komt dat ook wel. Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Is er nog iets wat je aan dit gesprek wil toevoegen? Als mensen met je in contact willen komen, wat is de makkelijkste manier? Ja, mijn telefoonnummer, mijn mail, via de website. Sendyouismee.nl. We zullen dat ook onder dit filmpje zetten. En voor de mensen die het luisteren. Ja, dat schrijf je gewoon zoals je denkt dat je het schrijft. Hè? Ja. Send you is me in het Engels. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor je komst. En dan gaan we nu als de sodemieter de ventilator aanzetten. Ja. Heerlijk. Is goed. Dankjewel. Dankjewel, Liz.